Welkom bij de mismarktflits van deze week. De intermediairs die zijn tevreden, want zij hebben ondanks een hele korte periode heel erg veel mest kunnen uitrijden. En dit komt omdat het voorjaarsweer zo goed was. Dat betekent ook dat de silo's van de intermediairs en de loonwerkers veelal leeg zijn. Dit betekent echter niet dat de ophaalbijdragen zakken. En dat is een teleurstelling voor de veehouders. Die ophaalbijdragen zakken dus niet. Sterker nog, ze doen hier en daar zelfs een stapje omhoog. En dan gaat het om de rundveedrijfmest. Daarmee lijkt de bodem in de markt bereikt te zijn als, wat betreft dit voorjaar. De varkensdrijfmest. Prijzen die liggen nog altijd rond de 23 euro, rundveedrijfmest rond 16,5.